Marianne, de eerste dag dat het zwembad open is? Ja, gezellig. Het is prachtig mooi weer. Hè? En ja, nu begin van het nieuwe seizoen. Officieel gaan we rond Hemelvaartsdag altijd open. En dan is het weer wat stabieler met het weer betreft. Maar nu, dit is zo'n uitzonderlijk mooie dag. We zeiden, we doen het gewoon open vandaag. En wat er komt is mooi meegenomen. Ze mogen gratis naar binnen. Ze krijgen straks geloof ik nog iets lekkers van meneer hierboven. En dat is een mooie reclame. Ja. Spotje eigenlijk. Hè? Ja. Ja, het waait behoorlijk. Het water zal nog behoorlijk koud zijn. Ja, dat is eigenlijk te koud al om te gaan zwemmen. Maar zo een beetje pootje bij en dat gaat natuurlijk wel. Maar Gerrit, hoe koud is het? 13 graden. Nou, dat is te koud om te gaan zwemmen. Eigenlijk, maar het is het proberen waard. Er zijn van die diehards die willen dat wel eens proberen, maar ik denk het haast niet vanmiddag. Maar goed, ze kunnen heerlijk spelen. Ze hebben hun schepjes alweer bij zich en de emmertjes, dus dat gaat een mooie middag worden. Je zwaait tegen iedereen, bekende klant alweer? Ja, het zijn allemaal mensen die we van het vorige seizoen nog weer kennen. En de gang naar het strandbad wordt steeds duidelijker bij iedereen. Er komen veel mensen uit het buitengebied naar Winterswijk. Eibergen, Groenlo, van verder weg. Oud-Winterswijkers. Vanmiddag nog een echtpaar gesproken. Die komen van oorsprong uit Winterswijk. Waren toevallig een paar dagen hier. Komen even kijken. Als het wil, krijgen ze een kopje koffie. En even een gezellig babbeltje maken. En ja, dus een beetje het visitekaartje van Winterswijk. Jullie zijn, althans, jij bent vrijwilliger. Ik ben vrijwilliger. Ja. Ja. En allemaal vrijwilligers hier? Nee, de toezichthouders, dat zijn mensen die een diploma hebben. Die hebben ook EHBO, die hebben ook kunnen reddend zwemmen. En gelukkig is het nog niet voorgekomen dat het nodig was, maar ze hebben wel hun diploma's daarvoor. Dan is het zwembad ook helemaal weer schoongemaakt. Wat is er allemaal gebeurd? We zijn afgelopen zondag zijn we begonnen met het gebouw van binnen weer op te knappen. De badhokjes weer even stofvrij te maken en het strand is weer schoongemaakt, dus weer water in. Vorig jaar is alles eruit geweest en is er ook schoon zand in gekomen, dus dit jaar is niet. Namens het waterschap werd ons dat afgeraden, gewoon dit jaar is gewoon het regenwater weer te gaan gebruiken en kijken wat het doet. En zij houden de controles bij, zij komen eens in de 14 dagen geloof ik, dat weet ik niet precies, maar dat weet Gerrit. En die houden dus de kwaliteit van het water in de gaten. En zodra daar een op- of aanmerking is, daar worden de dingen. Maar dat is tot nu toe altijd goed gegaan. En Gerrit houdt het dagelijks bij. Ja, ja. Je verwacht of je hoopt op een mooi seizoen? Ja, als we een goed seizoen hebben en het begint al zo als het vandaag is, dan krijgen we het heel druk, denk ik. Dus daar hopen we ook op. Afgelopen seizoen hebben we wat pech gehad in de vakantiemaanden. Hè. In de julimaand was het eigenlijk voor ons wat aan de slechte kant. Maar dat heeft de rest van het jaar weer goed gemaakt. Dus als het voorjaar zo doorzet als dit, dan krijgen we een goed seizoen. Je hebt de zonnebrandcrème in ieder geval alweer tevoorschijn gehaald. Ik heb het wel hier staan, maar ik heb het niet opgesmeerd. Maar dan ben ik zondag al verbrand. Ik wens je een heel mooi seizoen toe. Fijn zo, dankjewel. En de groeten aan alle Winterswijkers. En zijn ze in de buurt, kom gerust binnen. Kom een praatje maken, krijg je een kopje koffie. En dan maken we er weer een gezellig seizoen van. Oh, het is koud. Fuck, het is koud. Oh, het is koud.